Sending. Je bent kletsnat. Ik doe even mijn natte trui uit en dan haal ik een handdoek om je af te drogen. Daar gaan we. Kom mee, baby. Dan wrijf ik je weer warm. Ik heb alles goed schoongemaakt en hij doet het weer. Maar ik denk wel dat hij wat vaker onderhoud nodig heeft. Weet je zeker dat het goed gaat, Mark? Er lijkt een brandgeur vanaf te komen. Vind je niet? Oh, je hebt gelijk, Brenda. Dat was me nog niet opgevallen. Oké, allemaal. Geen paniek. Kalm blijven. Kalm blijven? Hoe kan je nou kalm blijven? Er is brand! Ga chanten, Mark. Zeg gewoon, ik blijf heel kalm. Ik blijf heel kalm. Ik blijf... Chanten heeft geen zin. Ga allemaal naar buiten en bel brandweerman Sam. Hij is al de hele dag aan het joggen, Sam. Ik heb het ook gezien. Nou, hij jogt nu niet. Sst, Elvis. Arme man, hij is uitgeput. Hij hield jullie voor de gek. De hele dag joggen? Dacht het niet. Kachel brandt in de viswinkel. Elvis, sukkel. Het klinkt alsof er een baby binnen is. Wat gaan jullie doen? We gaan de baby redden! Ik wist niet dat jullie een baby hadden. Het is geen baby. Het is het lammetje van Wally. Het was maar een grapje. Het is mijn schuld. Het spijt me. Het komt goed, Sarah. We lossen het wel op. Jenny, haal de gasmaskers. Elvis, maak de slangen vast. Ik ga op zoek naar die baby. Norbert, en waarom heb jij zoveel haast deze morgen? Aha! Daar ben je! Bedankt hoor, Brenda. Hij was bijna gevlucht. Oké, Mark. Hier is een lijst met klusjes die je niet moet vergeten. Weet je zeker dat het in orde komt? Geen zorgen, mam. Ik zorg al voor hem. Haha, heel grappig. Wat? Nelly, dit meen je niet. Dag, mam. Veel plezier met je les. Er moet veel gebeuren in dit huis, Norbert Puck. En ik hoef echt niet alles alleen te doen. Je kan je vuile kleren oprapen en ze in de wasmand doen. Een kleine moeite. Maar ik wist niet eens dat we een wasmand hadden. Waar staat die dan? Die staat in de badkamer naast het bad. Oh, dat is me nooit opgevallen. Dit, lieve Norbert, is nou een wasmand. Oh, maar hoe gaat zoiets open dan? Kijk, zo. Oh, en hoe moet je daar dan je kleren in stoppen? Oh, dat moet je zo zelf maar uitzoeken. En ik verwacht dat je de wasmand naar de kelder brengt en de wasmachine aanzet. Mam! Oh... Ik heb mijn kamer opgeruimd, mijn bed opgemaakt en ook nog de afwas gedaan. Dat betekent dus dat ik klaar ben. Wil je misschien nog een beetje strijken, lieverd? Nee hoor, dankjewel. Ik ga zo meteen lekker met Norbert skateboarden. Oh. Gaat alles goed aan, Norbert? Het zijn een hoop vieze kleren, hoor. Ik denk dat je wel 2 wassen moet doen. Dat dacht ik niet. En klaar.
daar. Ik ben klaar. Ik zie je strakjes, mam. Ik ga weer naar Mandy. Maar wel op tijd terug zijn om de tweede was te doen, hè, Norbert? Goedemorgen, Elvis. Dag. Goedemorgen, Diewertje. Heb jij misschien ook dwaalstokken? Sst. Luister, Elvis. Hoor je dat nou ook? Oh, ja. Het klinkt een beetje als een waterval. Of misschien... De wasmachine. Hij is wel vaker weg geweest en hij is altijd weer teruggekomen. Kom mee, we gaan naar huis. Je weet maar nooit, misschien zit Tijger nu wel thuis op ons te wachten. Daar ligt een muntje. Ik wens dat Tijger weer terugkomt. Tijger? Vlug, mam. Bel brandweerman Sam. Tijger in de put. Oh, oh, oh. De kat van Brenda. Tijger is in de put gevallen. Bel ook de bergreddingspost, commandant. Vraag Tom met de jeep naar de put te komen. Zeggen dat ik blij ben dat de bergreddingspost ook komt voor een kat. Natuurlijk doen we dat, Brenda. De bergreddingspost is er niet alleen voor mensen, weet je. Daar zijn ze, Jenny. Hallo, Tom. Kun jij mij laten zakken met een lier? Komt voor mekaar, maat. Oké, Tom. Ik heb niet veel geluk met de lunch vandaag. Laat hem daarmee ophouden, Jaap. Nee, doe het lekker zelf. Laat iemand hem mee naar buiten nemen, alstublieft. Geen zorgen. Snuffy en ik gaan een lekker lange wandeling maken en dan samen picknicken. Sarah en Jaap, waarom gaan jullie niet mee? Ja! Maar lopen is zo vermoeiend. Zeg, Jaap, waarom ga je niet met mij mee vissen? Dan picknicken we op de boot. Ja! Goed. Zo, en wat zal ik eens meenemen? Hondenriem, wat water... Je gsm? Oh, alsjeblieft, Elvis. Sorry voor daarnet. Bedankt, Karel. Driemaal is scheepsrecht, hè? Rood staat voor onheil, rood betekent nood. Oh, zeg, houd daar toch alsjeblieft mee op! Sorry. Het is zo'n leuk liedje, ik kan niet stoppen met zingen. Zing het dan alsjeblieft ergens anders. Het is geen probleem. Ik heb toch geen dienst vanmiddag. Ik zing wel op het strand. Oké,
Oké, Snuffy, je riem mag nu al af. Maar wel braaf zijn, hè, jongen? Ik kan geen stap meer zetten. Kijk, daar zijn pap en Jaap. Daar zijn mam en Sarah. Ze kunnen ons zeker niet horen. Tot straks dan maar. Goed dan. Tijd voor onze picknick. Eens kijken wat papa heeft ingepakt. Oh, een tafelkleed. Dat is chic. Oh. En ook wat lekkere boterhammen. Nee, Snuffy. Stout de hond. Hij is niet stout, Sarah. Hij heeft zeker honger. Vol, schat. Ik kom eraan. Oh, wat heb je gedaan? Kan je lopen? Probeer eerst eens te gaan staan. Auw! Hij is vastgebroken. Oh, dit is dus jouw schuld. Zomaar wegrennen. Ik zei toch dat het een stoute hond was? Ik bel papa wel op de boot. Waar is mijn mobiel? Ik had hem echt bij me. Papa heeft hem aan mij gegeven. Geen zorgen, Sarah. Ik ga wel hulp halen. Zo moet het lukken. En nu terug naar het strand. Dinosaurus voetafdrukken. Jaap en Sarah denken vast dat ze echt zijn. Jaap, Sarah, gaan jullie mee op dinosaurusjacht? Ik ga dat enorme beest zo opsporen. Wow. Doe niet zo stom. Prima, wat jullie willen. Zijn jullie misschien bang? Waarom zouden we nou bang zijn voor iets dat niet eens bestaat? Wat zullen we nou krijgen? Jullie moeten op je hoede zijn. Houd je oren en ogen maar goed open. Auw! Dinosaurus voetafdrukken! Ha! Wat had ik je gezegd? Dat zijn echt geen dinosaurus voetafdrukken. Natuurlijk wel. Ik zei toch dat ik een dinosaurus had gezien? Kom mee, volg mij. Ik ga hem vangen. Ik ben niet bang. Norbert! Norbert! Oh, waar is hij nou heen? Het is de dinosaurus. Dat is geen dinosaurus. Dat is Norbert Wedde. Norbert, waar ben je? Norbert? Ja, het wordt hoog water. We moeten nu terug. Ja. Oh, nee. Nee, het was echt de dinosaurus. Hij is daar naartoe gerend. Echt waar? Ga dan zelf kijken als je me niet gelooft. Oké. Ik ga mee. Ja! Norbert! Die trap is nog best zwaar met een slecht been. Ik hoop dat ik niet te laat ben voor de lunch. Oh. Eigenlijk, baas, bent u zelfs wat vroeg. Oh. De lunch is een beetje laat. Roep maar als het klaar is. Ik hoop dat je vader gauw thuis komt. Ja, er ligt heel veel hout daar binnen. Ik ga echt niet op hem wachten. Ik heb al iets bruikbaars gevonden.
Kijk dit. Hiermee wordt mijn skelter vast super cool. Let me niet op hoofdcommandant Staal. Ik behandel je toch als een echt persoon. Elvis, je lunch wordt helemaal koud. Oh, ja, wacht hier, hè. Ik ben zo weer terug. Hij lijkt nu wel heel erg op een echte racewagen. Dat maakt hem echt niet veiliger. Oké, dan. We gaan een proefrit maken om te zien hoe veilig die is. Norbert, wat doe je nu? Je moet geen dingen pakken zonder te vragen. Misschien stond hij daar met een reden. Je maakt je veel te druk. Mark, je moet nu toch echt je remmen repareren. Weet ik. En dat ga ik ook doen, nu meteen. Mark? Nee! Laten we de heuvel op gaan. Helemaal te gek. Ik heb wat eten voor je mee. Popje? Popje? Popje! Waar ben je? Klaar. Voor de start. Af! Zie je? Hij is hartstikke veilig. Nu is het mijn beurt. Maar hij knalde tegen de muur aan, Norbert. Dat komt omdat poppen niet goed kunnen sturen. Doe toch niet zo raar, Mandy. Het is waar. Door een vergrootglas worden zonnestralen heel erg versterkt. Dat hebben we toch op school geleerd? Weet je dat niet meer? Oh, deze lijm is niet goed. Oh, nou zit die vast aan mijn vingers. Oeps. Sorry, Karel. Dat was niet mijn bedoeling. Hij vloog zomaar uit mijn hand. Gelukkig was het niet raak, want dat zou een plakkerige situatie zijn geworden. Plakkerige situatie. Oh, ik ben een spin met 1000 poten. Ik ben een stoere achtbaan. Ik heb echte lijn nodig. Sterk spul. Supersterke lijm. Lijmt alles vast. Laat nooit los. Cool. Dit is wat ik zoek. Ik denk niet dat je dit moet gebruiken, Norbert. Er staat een waarschuwing achterop. Als het op je hand komt, kan je niet meer loskomen. Ja. Waarom geef je me een modelvliegtuig als je niet wilt dat ik hem in elkaar zet? Laat het nou maar aan mij over. Ik laat het je wel zien als hij af is. Goed. Wil er iemand ijsthee? Oh, heerlijk. Wat een goed idee. Het was eigenlijk een idee van Sam. Hij bedenkt iets en ik voer het uit. Dat is lekker fris, Elvis. Ik moet zeggen dat ik verbaasd ben dat we niet meer oproepen hebben met deze hitte, Sam. De zonnestralen zijn waanzinnig sterk. Ja, inderdaad. Ziezo, bijna klaar en ik heb helemaal geen lijm aan mijn vingers gekregen. Oh nee! Oh, mam! 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 Oh nee!
Stomme lijm. Bam! Yes! Wauw! Waar kwam dat vandaan? Dat is de kamer van Norbert. Ik moet alarm slaan. Brand boven de supermarkt. Ben je klaar voor de raket van Norbert, Wally? Wow! De toeter van de bus zegt toet, 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 toet. De toeter van de bus zegt toet, 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 als de bus gaat rijden. Wally, ga van de weg af, snel! Nee! Goed, allemaal via de achterdeur naar buiten, jongens. Opschieten, maar blijf rustig. Nou, dat is nog eens een toeristische route. Is alles goed met jullie? Ik denk van wel. Mooi. Nou, dan rij ik de bus weer terug naar de weg en dan gaan we naar school, hè? Meneer Kozijn, kijk! Oh, nee! Jij was toch ziek? Er is hulp nodig. Waarom belt u brandweerman Sam niet? Dat zou ik wel willen, maar ik heb mijn telefoon in de bus laten liggen. Ik regel het wel. Mark heeft zijn telefoon in zijn gereedschapskist liggen. Oh, de bus van Klaas Kozijn valt bijna over de rand van een klif. Och. De bus van Kozijn, hij valt bijna over de rand van de klif. Er is haast mee, Sam. Pikkepol de brandweer voor de bergreddingspost. We hebben assistentie nodig, Tom. Oh, daar is brandweerman Sam! Zit er nu nog iemand in de bus? Nee, Sam, iedereen is eruit. Maar mijn arme bus zit nu in de problemen. En Norbert. Oké, aan het werk. Elvis, maak de kabel vast. Norbert? Waar denk jij naartoe te gaan? Je hebt huisarrest. Naar boven! Oh, wat ben jij een schoonheid. Hé, hey, jij! Kssst, wegwezen! Oh, Karel? Ik probeerde juist vriendjes met hem te worden. Ik had het kunnen weten. Nee, ik ben toch hier? Oh ja. Ah, een wolf! Geen paniek, Norbert, geen paniek. Ik bel brandweerman Sam. Norbert, pak de telefoon. Dat kan toch niet, mam? Hij gaat me vast opeten. Gebruik dan het brandalarm. Er is wel geen brand, maar het is een noodgeval. Snel, breek het glas. Hoe dan?
Ik kan er zo toch niet bij? Ja, weet ik veel. Gooi er dan iets naartoe. Als ik mijn bal had, had ik die kunnen gooien. Nou, pak hem dan maar. Hij ligt achter de kassa. Ik heb hem. Oké, ik doe mijn best. Maar we hebben maar één kans. Dag, nu is er toch alweer brand in de supermarkt van Puk. Ach, het zal ook wel vals alarm zijn. Die Norbert Puk gaat echt te ver. Oh, mam, Sam komt nu vast niet meer. Hij denkt dat ik hem weer in de maling neem. En nu word ik opgegeten, net als die jongen die in het verhaal wolf riep. Wij allebei! Het spijt me vreselijk, mam. Het is allemaal mijn schuld. Ik liet het alarm afgaan. Ik wilde alleen maar mijn bal terug. Oh, Norbert! Daar is Sam! Daar is Sam! Voorzichtig, anders vallen we. Zo, Norbert Puk, nu is het genoeg. Wat doen jullie daar nou? Er loopt een wolf rond. Kijk, hij zit achter de kassa. Echt waar? We nemen je niet in de maling. Dat is geen wolf, dat is een vos. Hij is ook nog gewond zo te zien. Hier is je eten, man. Dat ruikt heerlijk, Brenda. Ik hoef vanavond niet te koken, Nelly. Ik kan maar lekker ontspannen. Dus je zult het moeten doen met mijn kooktalent en de hulp van mijn twee fijne assistenten. Hallo, diertje. Waar is Norbert? Nou, hij wilde graag skateboarden. Maar kijk eens wat hij voor moederdag heeft gemaakt. Wat is het? Het lijkt op een flessendop die op een stuk hout is getimmerd. Jaap, dat is onbeleefd. Het is een kaarsenhouder. Je vindt het toch niet erg als ik hem hier gebruik, Brenda? Nee, diewertje, natuurlijk niet. Geen probleem. Ik vind moederdag waardeloos. Al mijn vrienden zijn bezig met hun moeder. En skateboarden is nogal saai in je eentje. Bedankt dat je me mee uit hebt gevraagd, Klaas. Dit is een leuk idee. Zo'n diner bij kaarslicht. Sorry. Oppassen, dubbeltje. Brand! Oké, allemaal. Blijf kalm. We moeten allemaal het restaurant verlaten. Brand in het Walviscafé. Brand in het Walviscafé. Ga er snel heen. Het is geen vals alarm deze keer, Sam. Karel heeft ons zelf gewaarschuwd. Ik ben benieuwd waar de brand is. Jenny, Elvis, pak de brandslangen. Ik ga controleren of er niemand meer binnen is. Oké, Sam. Mam! Mam! Norbert, blijf hier! Maar mijn moeder is daar binnen! Je moeder staat daar, Norbert. Norbert! Oh, mam. Ik was zo bang. Ik dacht dat je in gevaar was. Oh, Norbert. Dus je geeft toch wel echt om me? Ja, natuurlijk wel. Je bent toch mijn moeder? Houd vol! Norbert, mam? Op Norbert, man. We wachten. Help! Kom maar toch helpen! Help! Blijf waar je bent, Sarah. Visser Karel komt je helpen.
Oké. Ik ben er klaar voor. Maar ik niet. Ik moet de camera opnieuw aanzetten. Oh! Ja, komt iemand me nou nog eens redden of niet? Ik kom al, Sarah. Ik kom al. Ik zit vast, Sarah. Help! Laat geen traan. Norbert Mann komt eraan. Norbert, hou daar toch mee op. Je bent geen echte superheld. Ik ga brandweerman Sam bellen. Help! Gewond op het strand. Er is een gewond op het strand, Sam. Lijkt me een klus voor de kustwacht. Ga met Jenny naar de reddingsboot. Pap! Geen zorgen, pap! Brandweerman Sam komt er zo aan! Help! Wat is er gebeurd, Karel? Hallo Sam. Niets eigenlijk. Ik raakte een rots en viel overboord. Mijn voet zit vast in de kreeften, fuck. Ik kan er niet uit. Oh, nee. Oh. Ik duik naar beneden en kijk wel even. Je moet behoorlijk hard zijn gegaan toen je die rots raakte. Ik weet het. Ik wilde de held uithangen. Jouw held is nu zelfs op tv. Oh, ik schaam me vreselijk. Nou, vast niet zo erg als ik vanmorgen toen ik ontdekte dat de douchegordijn weg was. Sst, jullie missen het beste stuk. En Norbert Mann dan? Ik ben ook een held, hoor. Oh. Norbert! Dat is Sam's derde redding in één dag. Dat is mijn douchegordijn. Norbert? Kom, laten we gaan kijken. Auw! Jenny, wat is er gebeurd? Ik gleed uit. En ik heb mijn enkel verzwikt. Oeh. Ik denk niet dat je iets hebt gebroken, maar er moet wel een verband om. Gelukkig is er een verpleegster mee. Zie je? Je moet op alles voorbereid zijn. Zo, oké. Kijk eens of je erop kan staan. Kan ik niet op je rug? Ik maak me een grapje, Nelly. Het lukt wel. Auw. Auw. Maar hoe komt het nou dat radar wel voor u omrolt, baas, en niet voor mij? Omdat hij slim is en hij weet dat ik een hoofdcommandant ben. Kijk nog eens. Omrollen. Heeft u de mistwaarschuwing voor de Piekenpolderberg gezien? Ik hoop dat Jenny en Nelly het redden. Niet te geloven dat ik de weg kwijt ben. En dat mijn voet ons ophoudt en nu ook nog die mist. Oh, laten we om hulp gaan vragen. Ik heb hier geen bereik. Ik ook niet. Maar ik zou een opsporingsteam sturen als ik niet voor het eten terug ben. Zelfs Mark kan zoiets toch niet vergeten. Hallo? Hoi, pap. Sorry dat het zo laat is, maar mag ik bij Norbert blijven eten? Ik ben uitgenodigd. Dat weet ik niet, Mandy. Wacht tot mama thuis is en vraag het aan haar.
Is mam nog niet thuis? Ze zei dat je een opsporingsteam moest sturen als ze niet voor het eten terug was. Weet je nog? Oh ja? Oh jee. Nou, ze is vast zo wel thuis. Oké? Okay? Eet jij maar met Norbert. Dag! Goed. Noodgevallen, welke hulpdienst heeft u nodig? Boe, Nelly en Jenny vermisten de Piekepolderberg. Sam, neem Radar maar mee. Ja, commandant. Kom in, Radar. Oh, en wilt u Berg Reddingspost bellen? Vraag aan Tom of hij naar Mark Voet wil komen met de jeep. Zal ik doen. We moeten een zoektocht organiseren. Als we Radar kleding laten ruiken, vindt hij misschien wel een spoor van ze. Waar precies op de Piekepolderberg gingen ze wandelen, Mark? Sorry Tom, ik piek me suf, maar ik weet het echt niet meer. Deze is vast van Nelly. Alsjeblieft, Radar, zoek Nelly. De Piekepolderberg is die kant op, Sam. Weet ik, Tom. Dus waar leidt hij ons naartoe? Ik was het niet. Hallo, Radar. Wat kom jij hier doen? We zoeken Jenny en je moeder, Mandy. Radar rook heel even aan de blouse van je moeder en leidde ons meteen hierheen. Dat is geen blouse. Dat is een jurk en hij is van mij. Oh, niet te geloven dat je Radar de verkeerde kleren gaf, pap. Oh, het spijt me. Ik wist echt niet meer wat van wie was. Dit is absoluut van mama. Wacht, ik weet het weer. Ik weet weer waar Nelly zei dat ze heen gingen. Via het bronpad en over de lange rug. Als hij al zo bang is voor een papieren zak, dan ben ik bang voor zijn reactie op het vuurwerk. Zorg ervoor dat hij vanavond binnen blijft. Goed idee, Sam. Bedankt. Dus Mark Voet vroeg om metalen emmers om sterretjes in te doen. Oh, die liggen in de kelder. Ik haal ze wel. Nee, ik haal ze. Oh, nee. Ik haal ze. Hallo, lieverd. Jaap en Sarah zijn even emmers halen. Hallo daar, tijger. Hey. Het was niet mijn schuld. Waar heb ik nou die kaas gelaten? Zo kan ik toch niks aansteken? Oh nee, Mandy. Tijger is weer ontsnapt. We dachten dat hij misschien hier zou zijn. Ik heb hem niet gezien. Of hij moet weer in de werkplaats zitten. We gaan wel even kijken. Ik heb hem. We kunnen. Nee, hij mag nog niet beginnen. Ga het hem zeggen, Mandy. Dat kan niet. Ik mag niet voorbij het lint. Dat is de afspraak. Wat is nou belangrijker? Tijger of zo'n stom stukje lint? Tijger. Terug, Mandy. Nu meteen. Oh, maar... Doe wat ik zeg. Het is gevaarlijk. Rennen, Sarah! Oh, nee. Mijn gereedschap. Mijn dure gereedschap. Een brand bij Mark Voet thuis. Oh nee, het vuurwerkfeestje. Oeps, daar ging die weer.
Er is brand bij Mark Voet. Er moet iets zijn misgegaan met het vuurwerk. Elvis, Sam, neem Jupiter. Ik beman de commandopost. Misschien heeft hij zich wel in de schuur verstopt. Dat is echt niet leuk, Norbert. Sam, Sam. Sam, we denken dat Tijger misschien in de schuur zit, daar. Alweer? Oké, komt goed. Geen spoor van Tijger. Hij zat niet in de schuur, dat weet ik zeker. Oeh, goed gedaan, Sam. Wat een geluk. Nou, zeg dat wel. Maar nu wil ik gewoon naar huis. Om te kijken of Tijger al terug is.
is een beetje winderig. Dingel, dangel, decoraties, ja, kerstmis komt eraan. Dingel, dangel, open de deur, kijk Jenny daar nou gaan. Zeg. Wat leuk, Jenny. Ik had er nooit aan gedacht om hoofdcommandant Staal te versieren. Nee, ik anders ook niet, Crispijn. Wat vind je ervan, Jenny? Oh, dat wordt wel leuk. Ik heb ook nog wat lampjes meegebracht. Oh, mooi. Zullen we ze aan hoofdcommandant Staal hangen? En dat doen wij dus absoluut niet. Het was een grapje, baas. Met dit erbij krijgt de supermarkt de allerbeste kerstversiering van heel Piekenpolder. Ik denk dat we nu wel genoeg versierd hebben, hoor, Norbert. Ah, toe nou, man. Deze moeten ook nog. En, wat dacht je van deze? En deze kunnen knipperen. Ik heb deze nog niet eens uit de knoop, Norbert. En we hebben er trouwens ook niet genoeg stopcontacten voor. Ah, kom op nou, man. Het ziet er straks fantastisch uit als we ze allemaal tegelijk aandoen. Tada! En Sam, wat vind je ervan? Ik denk niet dat al die stekkers in één stopcontact zo'n goed idee is. Maar Sam, ik wil de keuken ook graag versieren voor de kerst. Dat is allemaal goed en wel, maar hoe kom je aan dit oude ding? Zo'n verdeelblok kan oververhit raken, zeker als je er te veel stekkers in doet. Oh, ik wilde de boel alleen maar een beetje opfleuren hier. Maar dat kan. Gebruik dan een verlengsnoer en doe de stekker daarin. Oh. Oh. Wauw. Oh, zoiets moois heb ik nog nooit gezien. Ik hoop dat je nu tevreden bent, Norbert Puk. Luister naar Radio Piekenpolder. Oh, alsjeblieft, mam. Dit zijn alleen maar lampjes. Er moet ook andere versiering bij. We hebben absoluut hier één van nodig. Een reuze kerstman. Norbert Puk, je bent veel te hebberig. We hebben niet eens een tuin om hem in te zetten. Daar heb je geen tuin voor nodig. Hij kan op het dak staan alsof hij zo de schoorsteen ingaat. Nee, Norbert, nee. En ik meen het echt. Oh, oké, mam. Als je niet wilt dat ik gelukkig ben met kerst. Dit is het weerbericht van Radio Piekenpolder. Er worden zware windstoten verwacht. Goed zo, mam. Zet hem maar rechts naast de schoorsteen. Norbert, ik kan dit niet. Sam, ik weet hoe ik veilig een kampvuur moet maken. Ik ben padvinder geweest. Het spijt me, Klaas. Ik twijfel niet aan je deskundigheid. Ik bedoelde Norbert Puk. Oh, ik snap wat je bedoelt. Norbert, kom eens helpen met mijn koffers. Waarom moet zij nou ook weer mee? Veel plezier allemaal. Misschien dat ik de bergreddingspost maar even bel, voor alle zekerheid. Kamperen kan heel gevaarlijk zijn, mam. Ik heb gehoord dat je heel erg goed moet uitkijken voor linksen. Linksen? Je hoeft hier natuurlijk niet te blijven als je dat niet wilt.
Oh, hebben jullie vandaag een uitje, Karel? Jazeker, Diebertje. Ik ga met Sarah en Jaap vissen. We gaan een wedstrijdje doen. Om te zien wie de grootste vis vangt. Oh, alles is altijd een wedstrijd tussen die twee. Mijn Norbert is heel erg goed in vissen. Hé, lieverd? Ja. Ooit had ik een haai gevangen en die was ontzettend groot. Oh ja, die was enorm. Ik wou dat ik hem gezien had, maar hij ging er vandoor, hè? Is het niet, Norbert? Wel toevallig dat altijd de grote er vandoor gaan. Maar het is waar. Neem hem maar mee uit vissen en ik durf te wedden dat ik de allergrootste vis vang. Wedden van niet? Echt niet? Goed dan, Norbert. Die staat. Zullen we gaan dan? Ik, moet boven nog even een extra trui pakken. Oké. Okay. De boot vertrekt over 5 minuutjes. Vang je er ook een voor mij? Leun niet zo over de rand, Norbert. Ga alsjeblieft zitten. Oh, mag ik ook even sturen? Straks misschien. Goed, dit lijkt me wel een mooi plekje. Hier, ik heb het azer al aangedaan. Pas op, die haakjes zijn erg scherp. Hou je lijn stil, Norbert, anders gaan de vissen er vandoor. Oh, ik heb nu al beet. Ik had net echt beet, hoor. En hij was zo groot. Ja, ik weet het. Maar hij ging er vandoor. En weer een makreel. Goed gedaan. Maar hij is niet zo groot als mijn makreel. Ach, ga weg. Hij is veel groter. Laat jullie vissen maar zien. Ik meet ze wel. Ze zijn echt precies even groot. Ja, wat een kanjer. Ik heb een kanjer gevangen. De grootste vis tot nu toe. Ik neem hem lekker mee voor mijn avondeten. Oh, hij is al pan klaar, zie ik. Rechtstreeks uit je moeders vriezer, hè? Oh, van spelen? Het was maar een grapje. Haal de lijnen maar binnen. Het wordt laag water. Tijd om terug te gaan. Ik vind dat ik gewonnen heb, want ik heb meer vissen dan Sarah. Dat is niet eerlijk. Het ging om wie de grootste. Oh, ik weet het. Jij trekt aan de ene kant en dan trek ik aan de andere. Gaan we doen, Jaap. Kan die? Trek! Is alles goed? Ja, maar ik zei trek, niet duw. Mijn benen, ze zitten vast. Oh, nee! Dat lukt nooit. Ik zit vast. Help! 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 Jaap? Oh, nee! Hè? Hoe kom je daar nou onder terecht? We wilden uitzoeken wat er in die krat zat. En toen viel die bovenop me. Maar je wist dat dat gevaarlijk was. Pap, zei het nog. Weet ik. Het is mijn schuld. Ik heb hem overgehaald. Goed, maakt niet uit. Het is nu belangrijker dat we hem eronder vandaan krijgen. Het lukt niet. Hij zit muurvast. Luister jullie eens. Er tikt iets. Ik ga hulp halen. Laat me niet achter, Sarah. Blijf jij maar hier, Sarah. Ik ga wel hulp halen. Er is een krat aangespoeld op het strand en er tikt iets. Oh, Jaap Jansen zit eronder bekneld. Naar het strand, Sam. Zo snel als je kunt. Persoon vast onder een krat. We komen er zo snel mogelijk aan.
En wilt u Jenny vragen alvast naar ze uit te kijken, commandant? Natuurlijk, Sam. Ja, het is een rustige dag vandaag. Oh, daar zijn ze. Hier is Jenny voor Sam. Zeg het maar, Jenny. Ik heb ze gevonden, Sam. Ze zijn bij de grote rotsen. Bedankt, Jenny. We komen eraan. Sam, ik ben bang. Het komt goed, Jaap. We krijgen je wel los. Sarah, ik wil dat je met Mandy teruggaat naar het café. Sarah, het spijt me dat ik zei dat je saai was. Volgende keer uit met je mee. Ik beloof het. Wat denk je dat erin zit, Sam? Ik heb echt geen idee. Dus ik wil dit heel snel doen. We moeten de krat zo voorzichtig mogelijk van Jaap aftillen. Hoort hij de alarmbel gaan, dan komt Sam er heel snel aan. Als je vast zit, roep hem dan, want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat, brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt, Sam is de held van de buurt. Natuurlijk moeten we een nieuw pad maken als het weer beter wordt, maar als we de mensen nou tot die tijd weg kunnen houden... Luister, Sam. Hoor je dat? Het is een vogeltje. Och, arm ding. Hij zit vast in dat stuk kabel en hij heeft honger. Neem hem maar mee naar de bergreddingspost. Goed idee, Sam. Ik doe het meteen, voor het gaat regenen. Regen, regen, regen. Hoe kunnen we ooit een goudarend vinden als het zo door blijft gaan met regenen? Ik denk niet dat hier veel goudarenden zijn. Natuurlijk wel. Heb je de foto in de krant niet gezien? Dat was in de hooglanden. Zover zijn die hier ook niet vandaan. En met zulke grote vleugels vliegen ze zo hier naartoe. Zodra de zon weer schijnt, zullen Mandy en ik er eentje gaan vinden. Succes! Oh. Yes! Norbert! Norbert! Norbert Puck! Zet dat ding uit! Huh? Waarom zet je je wekker nou in het weekend? Waarom slaap je in die kleren? Ga terug naar bed! Echt niet? Mandy en ik gaan op zoek naar een goudarend. Dat zijn de gaafste vogels van de wereld. Dag, mam. Oh, nou, je zal niet veel vogels zien als je zoveel herrie blijft maken. Oh. Oh. Hallo, mevrouw. Is Mandy... Hoi, Norbert. Dag, mam. We gaan. Hallo, waar gaan jullie naartoe? We gaan een goudarend zoeken. Hun vleugels zijn zo... Zo groot! Dat wou ik net zeggen. Dat klinkt allemaal heel erg spannend, maar wees wel voorzichtig. Sommige paren zijn dicht omdat de kliffen afbrokkelen. Dus let goed op de bordjes en negeer ze niet. Komt goed. Misschien moeten we Radar meenemen, Sam. Want hij is natuurlijk wel een reddingshond. Oké, Mandy. Dat vindt Radar vast wel leuk. Kom mee. Stil, Radar. Anders jaag je alle arenden weg voordat Norbert dat doet. Hallo, Tom. Het lijkt hier bijna wel een echt dierenziekenhuis. De bergreddingspost is niet alleen voor mensen, weet je. Maar deze kleine patiënt is al beter, hoor. Het wordt tijd dat je terug het wild in gaat, hè, maat. Ik zag Mandy en Norbert net. Ze zoeken een goudarend. Het zal niet makkelijk zijn om er hier een te vinden. Ik weet het. Maar zeg dat maar eens tegen Norbert Puck. Hij weet het altijd beter. Huh? Da
daarheen. Dat zijn geen goudarenden. Je hebt waarschijnlijk alle goudarenden weggejaagd. Helemaal niet. Ik weet heus wel wat ik doe, hoor. Vanaf hier is het pad gesloten. We moeten teruggaan, hoor. Flauwekul, Mandy. Kijk maar naar dat pad. Zie je niet dat het nog goed is? Wat is er met Radar? Misschien ruikt hij gevaar. Doe toch niet zo gek. Het is gewoon een hond. Een reddingshond. Zoek, Radar. Zoek. Zie je wel? Radar vindt dat we niet voorbij het bord moeten gaan. Honden kunnen toch niet lezen, Mandy? Ik weet heus wel wat ik doe. We merken... Als je vast zit, roep hem dan. Want hij helpt zo goed hij kan. Want hij staat altijd paraat. Brandweerman Sam, en hij is heel accuraat. Brandweerman Sam, hoe kort zijn nachtrust ook duurt. Sam is de held van de buurt.